Machines. Vandaag ga ik even een korte demo doen over twee modellen die op elkaar lijken. Om jullie wat verschillen te laten zien. We kunnen natuurlijk nu helaas niet jullie allemaal persoonlijk een mooie demonstratie geven. Dus om de keuze wat makkelijker te maken, dacht ik, laten we dan een demootje online doen. Zodat jullie toch een klein beetje meekrijgen wat de machine kan en wat de verschillen zijn. Vandaag gaan we het hebben over twee modellen van Brodder. De Brodder A16 en de Brodder A50. Het standaard voetjes die erbij zitten, liggen erbij. En dan ga ik zo laten zien hoe wat. De A16 is een vervolg op de A15, de Innovus A15. Dat model is al een aantal keren als beste getest. In Engeland en in Duitsland kun je even nakijken. En in de basis is dit exact dezelfde machine. Hij heeft alleen een verbeterd transport. En het inrijsysteem is veel makkelijker geworden weer. Dus het is eigenlijk alleen maar een upgrade van de Innovus A15. Die overigens ook nog leverbaar is. Die staat ook nog op onze site. Dan ga ik beginnen met deze. Dan laat ik dus eerst het inrijden zien, omdat dat echt wel ideaal is. En op de A50 is het inrijsysteem dus exact hetzelfde. Het mooie is, er staan allemaal stripverhaaltjes op, zeg ik altijd maar. En je hebt een stippellijntje en die vertelt hoe je moet spoelen. En de doorgetrokken streep vertelt je hoe je moet rijgen. Er staan nummertjes bij, dus hier zie je duidelijk een 1, een 2. We gaan door naar beneden en dan zie je hier de 3 weer omhoog. Hier komt de 4, achter de draadhevel. En dan in één keer door naar beneden naar 5. En dan gaat hij hier achter dat hele kleine haakje boven de naald. Daar staat ook een 6, maar dat is wat moeilijk te zien. Tussendoor halen, 7. En dit is 8. En dat staat hier ook op het stripverhaaltje. Het enige wat je nu nog moet doen is dus op het knopje aan de zijkant drukken. En dan zit hij door het oog van de naald. Dus het is echt een fantastisch systeem. Dat kan echt iedereen. Verder heeft hij een liggende spoel, dat hebben de meeste modellen tegenwoordig. Het voordeel hiervan is dat hij smeervrij is, dus je hoeft hem nooit meer te oliën. Mag zelfs niet. Je kan hem indrijgen en afsnijden, je hoeft hem ook niet op te halen, dat kan hij ook allemaal zelf. En hij slaat niet meer vast, dus je hoeft niet zo op te letten of je de draden goed naar achteren legt en vasthoudt. Dat scheelt ook al heel veel ellende, dus dat is gewoon fijn. Nou, verder is hij makkelijk te in te stellen. Hij heeft een soort van een digitaal systeem. Dit is de draaiknop en als ik aan de knop draai kan ik de verschillende steken kiezen en dit is de A16, dus die heeft 16 steken. En op het moment dat ik een steek verander zie je ook dat de steeklengte en breedte mee verandert. Dus de machine weet zelf wat de beste instelling is bij welke steek. Dat is ook ideaal, hoef je niet meer na te denken. Dus op die manier kan je zelf een keuze maken en je kan natuurlijk wel dingen veranderen. Als ik zeg van ik wil toch graag breder of smaller, natuurlijk mag je eigenwijs zijn en gaat dat. Ik sta nu even op de rechte steek. 1 is de steek helemaal links en 2 is de steek mooi in het midden. Hij zou het ook zonder voetpedaal kunnen naaien. Nu heb ik gewoon het voetpedaaltje eraan. Ik begin. Nou, mooi geluidje, zo mooi stil. Op het moment dat je stopt, stopt hij vaak met de naald onderin. Dat kan heel fijn zijn als je veel draaiwerk hebt. Ideaal, elke keer onderin. Makkelijk draaien of doorsteken of je speldje er even uithalen. Weet je dat niet, dan kan je ook een voorkeur voor bovenin instellen. In het boekje kan je zelf vinden hoe je dat doet. Eefsel op afhechten. Mooi op de plaats. En dan stopt hij. Nou, je kan een gezichtje aan doen, wordt dat minder gedaan tegenwoordig, maar het zit er natuurlijk ook nog steeds op. Dan ga je naar steek 4. En dan hier weer die automatische instelling. Je kan hem ook langzaam zetten bij een nog niet zo ervaren naaister. Of voor jonge kinderen, dan gaat hij heel langzaam. Dan kan hij ook niet harder als dit. En natuurlijk als je snel gaat, kan je ook langzaam naaien met pedaal. Maar dan moet je dan wat meer feeling voor hebben. Vind je hem niet mooi, de gezichtszag? Ga je hem dus breder zetten of dichter bij elkaar. Helemaal precies net wat je zelf wilt. Ik wil eventjes doorstikken laten zien, want we kunnen natuurlijk niet alles meenemen vandaag. Hij heeft een hele speciale steek, namelijk steek 10. En deze passen we altijd aan. Normaal gesproken is het een soort van stretchsteek. Maar als ik hem nou mooi lang maak, dat kan op deze, dat is heel bijzonder. Dan krijg ik een hele mooie zware doorsteksteek. Kijk, en daar kan je prachtig mee doorstikken. Voor de jeans, of het korter maken, voor leer, dat soort dingetjes. Zou niet echt geen leer ondergooien bij deze machine. Maar een keer wat doorstikken.
voor het grovere werk. Mooi stevig, want hij is ook nog eens rekbaar, dus 3-dubbel. Hartstikke fijn. Knoopstaartje wil ik ook nog even laten zien, want die is ook heel handig. Dan gaan we naar steek 14, 15 of 16. Hij heeft zelfs een mooi oogknoopsgat. Ik begin nu gewoon bij 14. Als je een klein knoopje hebt, klem je die achter in de voet. En dan klem je hem vast. En zo weet de machine al hoe groot het knoopsgat moet worden. Het verwisselen gaat ook makkelijk. Je hoeft niks meer te schroeven. Het is allemaal klikklaar. Even laten zakken en dan klik je hem vast. Wat ik wel vaak even doe, omdat de draad nou boven de voet zit, is even de naald naar beneden en weer omhoog. Even het draadje onder de voet weg te leggen. Hoeft niet per se, maar wordt het wel netter van. Nou, de machine heeft geen ogen, zeg ik altijd maar. Dus wat gaan we doen? Hier zit een heel klein palletje. En die trek je uit, want die voelt dus eigenlijk hoe groot die knoop is. En dan doet hij het alles zelf. En hij maakt ze allemaal op de maat van de knoop en allemaal precies even groot. Dat is gewoon eigenlijk nog nooit zo makkelijk geweest. Hij hecht hem ook af aan het einde. Dat gaan we zo zien. Hij gaat zelf nou afhechten. Ik doe helemaal niks. Hij stopt ook vanzelf en dan pas laat je het pedaal los. En dan is je knoopsgat af. Hoe netjes.